Ik begrijp ook dat kritiek op hem uit den boze is. Ja, zeker. Je moet enorm uitkijken met kritiek op hem. Want dan wordt de overheid gebruikt om je achter de wollen te zitten. Het verlos hem. Kunt u mij horen? India en Cuba, dat zijn de landen die in deze aflevering een centrale rol spelen. Poetin komt ook nog af en toe voorbij. Maar eerst even dit. Frans Klein, de NPO-baas, die nog steeds op non-actief staat door zijn rol in dat hele De Wereld Draait Door debakel met de woedende Matthijs. Die zou overstappen naar Talpa. Dat meldt het AD. Nog een ander nieuwtje, ik ben benieuwd hoe je dat ziet, is dat BNNVARA uit de talkshow Op 1 is gestapt en dat er dus ruzie is achter de schermen. Ook weer over de wijze waarop er vergaderd werd of zo, toch? Ja, en wie er in de talkshows mag en wie niet. Dat schijnt, sommige mensen schijnen bijvoorbeeld, over wie ging het nou? Oh ja, Richard de Mos wilde ze uitnodigen. Er was toen een omroep die dag en die zei, dit past niet bij onze politieke kleur, die willen we niet. Oh. Dus die nodigen we niet uit. Oh, nou ja, ik denk dat het praktisch onvermijdelijk is dat die redacties natuurlijk ook een soort van beleid voeren. Wat voor beleid dat dan is, dat moet natuurlijk wel een beetje doorzichtig zijn. Dat je weet hoe het zit, wie er geweerd worden en wie er niet geweerd worden. Ik zou, als ik BNNVARA was, niet rouwen om uit de Op 1 boel te stappen. Omdat, ja, ik heb er regelmatig gezeten. Ik heb er op zichzelf de bekende ervaringen mee. Daar hebben we het over gehad. Daar zullen we ook niet een half uur over gaan zitten mopperen. Namelijk dat het maken van afspraken een lastige zaak is en dat mensen er meestal niet aan houdt. Tegelijkertijd heb ik er verder geen klachten over. Maar om nou te zeggen, jongen, wat een elektriserende, urgente uitzendingen zijn dit. Nee, dat zou ik toch niet zeggen. Maar goed, dat sluit aan bij een andere discussie die we meer gevoerd hebben. Dat natuurlijk de talkshowformule sowieso aan enorme slijtage onderhevig is. En dat we moeten proberen om, laten we zeggen, een alternatief te verzinnen. Wat toch kan doen wat naar mijn idee wel gedaan moet worden. Namelijk dat op de televisie interessante en importante maatschappelijke vraagstukken aangesneden worden. Misschien iets minder, dames en heren, iets minder zangeresjes. Mensen met rare ziektes, ik weet wel niet wat. Maar gewoon dat u zegt, serieuze maatschappelijke vraagstukken. En minder gasten? Sowieso minder gasten. Hè? Want dat is ook ingeslepen dat de tafel zit vol. Maar dan zit er op de tweede rang zit nog een hele brigade die aan de beurt moet zien te komen. En ik moet zeggen, ik vind het zonder publiek vind ik het minder sfeervol dan met publiek. Vond ik bij de slimste mensen ook. Ik vind het veel leuker met publiek dan zonder publiek. Maar in principe heb je niet heel veel contact met het publiek, toch? Nee, dat niet. Maar het is fijn als ze lachen om iets wat je zegt. Of als ze applaudisseren. Of ze mogen ook boer roepen wat mij betreft. Maar in ieder geval, ja, zie je levende mensen. Ja. Ja. Dat is ook de grote charme van natuurlijk dat je iets in een schouwburg doet. Het zijn mensen. Bij de televisie zie je natuurlijk nooit wie er kijkt. Het is een idioot idee dat er, laten we zeggen, een miljoen mensen kijken. Dat moet je eens voorstellen. Wat een miljoen mensen, wat dat zou betekenen. Nou, ik denk wel dat het Op 1 niet meer lang bestaat als BNNVARA dan nu ook. Want dan heb je nog WNL, je hebt nog Max en je hebt nog... Nou ja, ik denk dat natuurlijk voor BNNVARA is geloof dat het was eigenlijk hun slot, hè, om op 11 uur 's avonds, toch? Ja. Nou ja, dat zijn ze dan natuurlijk nu definitief kwijt. Misschien willen ze gecompenseerd worden elders. Ik heb geen flauw idee. Maar ik vind wel dat de talkshows, nou ja, wel een beetje in allerlei opzichten op hun laatste benen lopen. Is mijn indruk. Ook de kijkcijfers zijn feitelijk gehalveerd. Ja, ja. Nog antwoord op de vraag van wanneer gaat het CDA nou heronderhandelen? Daar hadden we het laatst over. Hoek dat zal voorlopig niet gaan gebeuren. Hoek schrijft antwoord gegeven. Voorlopig willen we het niet over stikstof hebben, heeft hij gezegd. Ja. Wie had dat voorspeld? Volgens mij heb je dat genoemd inderdaad. Ja, de geniale voorspeller van het CDA gedacht. En voor Ossum. Natuurlijk gaan ze niks doen. Nee, zit dat toch dik in. Wel een beetje gek toch, na de verkiezingen wilden ze het er meteen over hebben en nu hoor je niks. Nee, maar ik begreep ook dat ze hun hele positie eigenlijk volledig verkeerd beoordeeld hadden. Ik denk ook dat dat knallen van dat landbouwakkoord en zo, je hebt dan uiteindelijk ook beleidsmatig geen poot meer om op te staan. Ja, en bovendien, wie wil er in godsnaam het
20 zetels van de BB-beweging in de Tweede Kamer hebben. En toch geen mensen natuurlijk. Nee. Betekent alleen maar verdere blokkades. Heb je nog andere dingen gelezen die je interessant vindt? Of denk... Zeker. Ik, voor de lange termijn zijn dat zaken van grote importantie natuurlijk. Sowieso is Blinken naar Peking geweest. Oh ja, dat hebben we ook nog gehad, ja. Ja, wij hebben het natuurlijk fijn om hier over het stikstofakkoord te praten, maar dit is geopolitiek op grote schaal. En daar is toch de indruk gegeven dat ze allebei wel vinden dat het misschien wat ontspoord was en dat de retoriek een beetje uit de hand was gelopen. Dat vind ik ook, zoals je weet. Ik vind het een volkomen geschift en onverantwoordelijk conflict wat ze gewoon zelf samen hebben uitgevonden. En waar de wereld op geen enkele wijze beter van zou kunnen worden, naar mijn gevoel. Ga praten, er is valt over alles te praten, naar mijn idee. Zeker ook op de punten waar het dan over gaat. Maar goed, Blinken heeft in ieder geval de hand geschud. Hij mocht Xi zien, ja. Xi zat er ook. Ik weet niet of je het plaatje hebt gezien. Ja. En met dat landschap erachter dat je denkt... Ik vond Blinken wel een beetje onwennig overkomen. Niet heel zeker. Ja, maar goed. Blinken is dacht sowieso niet een topperformer als balletdanser. Dus dat begreep ik dan wel weer een beetje. Dat was punt 1 natuurlijk. Weliswaar ze zei... Heeft Joe Biden meteen de volgende dag bij een diner. Dat ik zie een lelijke dictator was. Ja. Daar was ook opwinding over. Maar ja, het is een lelijke dictator. Ja. Dus ja, daar valt er verder van te zeggen. Hij is wat dat betreft niet gematigder dan Trump. Nou, dit is ook bij Biden is slecht te controleren als spreker. Het aantal versprekingen en rare dingen wat Biden in de loop van zijn leven heeft geproduceerd is zeer onwaarschijnlijk. Ja, maar dit is wel bewust. Dit is ook wel harde taal. Ik weet niet of dit zo bewust was. Het was een diner voor sponsors, als ik het goed begrijp. Oh, ja. Dan denkt hij misschien dat het heeft... Nou, hij weet inmiddels hoe het werkt. Hij weet dat meteen op... Ik weet niet of hij een tekst had of dat hij een beetje uit zijn hoofd in een praatje hield. Dat weet ik niet. En ja, wie was er op bezoek in Washington? Modi! Modi is ondertussen de dictatoriale leider van het meest volkrijke land ter wereld, namelijk India. Want je weet, China verliest bevolking en India krijgt dan nog steeds bevolking. De nieuwe bij. Reus, toch? Wordt toch hier in jullie blad de nieuwe reus genoemd? Of de nieuwe, ja. De nieuwe groeidiamant? Ja. Dus ja, nou, diamant. Een hele lekkerige diamant. Even kijken, in de Maarten staat. Ik moet even kijken op welke pagina dat dan staat. Maar daar hadden jullie het over gehad. Maar wat wil je daarover zeggen over Modi? Nou, dat het natuurlijk hoogst interessant is dat hij in Washington werd ontvangen. Dat hij met heel veel strijkages werd ontvangen. Dat er werd gesproken van, ja, daar heb je Modi. Zet in de gluiperd. Sorry. Dat er fijn werd gesproken van wederzijdse vriendschap en alle andere mooie dingen en zo, democratie. Terwijl Modi natuurlijk een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van de democratie in India. In allerlei opzichten allerlei dingen doet die volstrekt niet in de haak zijn. India is ook op al die lijstjes van democratische landen ingrijpend gezakt. Maar waarom was Modi in Washington? Waarom die poppenkast? Omdat de Amerikanen hem zien als een steunpilaar in hun strijd met China. Ja, dus dat is in China natuurlijk ook op de voet gevolgd, hè, wat zich daar afspeelt. Ja, nogmaals, Modi, het is 1,4 miljard mensen. Weliswaar zijn die deels werkelijk onbeschrijfelijk arm. Maar er zijn natuurlijk onderdelen van India die prima functioneren. En heeft Modi aangegeven, wij willen wel die verbintenis met Amerika? Nou, hij zal ongetwijfeld vriendschappelijk hebben gesproken, maar Modi is... Wel iemand die van alle walletjes tegelijkertijd eet natuurlijk. Modi is dé grote afnemer van de fossiele energie van Rusland. Nou, één iemand geprofiteerd heeft van de gebeurtenissen van Rusland en de Oekraïne, dan is het Modi wel. Want hier staat in dat stuk ook, geschreven door Ivo van de Wijdeven in de Maarten. Weideven. Dat hij zich niet aan een duidelijke grootmacht wil verbinden, India. Nee, want ze zijn natuurlijk zelf een grootmacht in opkomst. Ja, god, dat is natuurlijk, op zichzelf is het al wonderlijk natuurlijk dat zo lang relatief kleine naties in Europa, in de wereld, de macht hebben. De macht hebben gehad in de wereld, laten we het zo zeggen.
Nou, dat is door de Tweede Wereldoorlog is daar eigenlijk vrij rigoureus een eind aan gemaakt, dat we zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Nou ja, de Sovjet-Unie is geïmplodeerd. Wat we nu zien natuurlijk, Rusland en Oekraïne is in feite zijn een soort, zullen we dat zeggen, een soort gespartel van een voormalig imperiale staat. Die eigenlijk vindt dat hij beroerd behandeld is en die een stukje van zijn imperium weer terug wil. Maar natuurlijk het meest opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen 40, 50 jaar is de opkomst van China. Van derde wereldmacht tot een van de drie grote industriële spelers op het wereldtoneel. En ja, hoe gaat het met India? En delen van India zijn indrukwekkend in hun ontwikkeling. En delen van India zijn op het niveau van de meest gruwelijke armoede die er in de wereld mogelijk is. Maar India is natuurlijk een volstrekt chaotisch land. En het is moeilijk te voorspellen hoe het zich in de naaste toekomst zal ontwikkelen. En wat is de rol van het fanatieke hindoe-nationalisme van Modi? Wat hij ja, ook de Modi speelt daarop. Modi's macht is voor een belangrijk gedeelte is die gebaseerd op hindoe-nationalisme. En wat houdt dat in? Nou ja, dat er met name voortdurend het conflict wordt gezocht ook met de moslims in India. En ik denk dat India na Pakistan, misschien Indonesië, de grootste moslimstaat ter wereld is. Dat is het gekke natuurlijk. En dat leidt voortdurend tot aanzienlijke lokale conflicten. Maar dat is natuurlijk voor Modi een machtsvergrotend element. Ja. Je ziet hem hier ook allemaal met fotootjes. Hier staat hij met Poetin, hier staat hij met Macron, we zien hem met Biden. Dus hij flirt wel met verschillende wereldleiders. Ja, hij is wel gek als hij zich absoluut zou binden aan één van de oude machten. Dat gaat hij helemaal niet doen natuurlijk. Ja. Hij gaat een eigen rol spelen. Dat doet hij nu al, bijvoorbeeld door die olie van de Russen over te nemen. Ongetwijfeld tegen hele schappelijke prijzen. Ja. En hoe kijk je naar de opmerking die in dit artikel ook wordt gemaakt, dat het land steeds is verder afgegleden naar een soort van schemengebied tussen democratie en autocratie? Dat is volkomen juist. Ik weet niet waar ik het las. Nou, in je eigen blad, ik weet nooit precies waar ik dingen lees. Dat zou hier kunnen zijn geweest, maar ook stond ook een groot stuk volgens mij in de New York Times. Wat eigenlijk ook waarschuwde tegen Modi en de gebruikte methodes. Weer zo'n... In principe is India een democratie, zei het, een volkomen chaotische en zonderlinge democratie. Maar op weg naar autocratie, niet waar, in handen van iemand als Modi. Wat is het verschil tussen een democratie en een autocratie? En een democratie, daar zijn normale verkiezingen die ook reële en bruikbare resultaten hebben. Is dat perfect? Nee, zelden of nooit. Maar een autocratie is een systeem waarin in feite één persoon de lakens uitdeelt en bepaalt wat er wel en wat er niet gebeurt. Nou, dat is in het geval van India in toenemende mate Modi. Ja, ik begrijp ook dat kritiek op hem uit den boze is. Ja, zeker. Je moet enorm mee uitkijken met kritiek op hem, want dan wordt de overheid gebruikt om je achter de vodden te zitten. Wat dat betreft lijkt het toch wel op Xi en op Poetin ook. Ja, het is ook denk ik jammer voor het land. Dat geldt ook voor Poetin en Xi. Ja, dat vind ik, dat denk ik, dat op den duur, laten we zeggen, de schijnbare ineffectiviteit en rommeligheid van democratieën op de lange termijn effectiever is dan die systemen als waarin India op weg naar waarin India en China en Rusland sprake van is. Mm. Ja, Rusland is nauwelijks een factor die je op het wereldtoneel echt volledig serieus kunt nemen. Ja. En de opsplitsing tussen India en Pakistan, speelt dat nog een rol in dit verhaal? Ja, natuurlijk, want Pakistan is natuurlijk een moslimstaat. Hè? Want dat was de reden van de splitsing. Ja. Namelijk het samenvormde, de parel in de kroon, of heette dat ook alweer, het was samen een onderdeel van het British Empire. Ja. Ja, het grootste en belangrijkste onderdeel van het British Empire. En toen is het verzelfstandigd in de jaren 40 van de vorige eeuw. En toen is, dat heeft miljoenen doden gekost, is Pakistan een apart land geworden. En dat was dan één stukje aan het westen en één stukje in het oosten. En dat stukje in het oosten heeft ze verzelfstandigd en dat is nu Bangladesh. En hier staat ook bijna 1/5 van de wereldbevolking woont nu in India. Is toch wat, hè? Ongekend.
Wat ik niet wist is dat die Modi dus op de vaccinatiebewijzen prijkte met een grote afbeelding. Ja, ja, je kunt. Ja. Dat had u voor de jongen moeten doen. Met zijn schoenen. Ja, dat vaccinatiebewijs waar je niks aan had in Nederland. Ja. Vond ik ook zo typisch. Had ik zo'n vaccinatieboekje. Het enige land waar het ook serieus werd genomen was Duitsland. Die waren altijd, zodra Duitsers stempels zien en handtekeningen, dan zijn ze diep onder de indruk. Ja. Ik lees hier inderdaad ook dat India in een soort van veiligheidsoverleg zit. En de Verenigde Staten en Japan en Australië. En daar ja, zeker. Ja, allemaal gericht tegen China natuurlijk. En ja, de Chinese ambities. In het bijzonder in de Chinese zee. En ten aanzien natuurlijk, en dan zijn we weer terug op het oude spoor, ten aanzien van Taiwan. Ja. Dus wat moeten we onthouden, zeg maar, van de ontwikkelingen nu rondom India? Nou ja, daar moet je vooral onthouden dat de democratie daar stap voor stap de nek om wordt gedraaid door Modi. En welke rol gaat, want je hoort ook wel nog wel eens dat er dan in India allemaal werknemers zitten voor bedrijven hier, die dan de callcenters bemannen of Dat doen ze ook. Ja. Kijk, India bestaat uit een grote reeks van deelstaten, die vaak zelf dan weer, net als in China trouwens, weer evenveel inwoners hebben als grote Europese landen natuurlijk. Ja. Kijk, is heel Europa, de hele EU, laten we het even versimpelen, heeft ongeveer 450 miljoen inwoners. Ja. Dat is ongeveer een derde van wat een land als India heeft. Overigens, ja, een derde, maar goed, iets minder dan een derde. Ja. Nog één punt, we kregen vragen. Doen iets jullie meer dan een derde, sorry. De Cuba-crisis hebben we eerder gedaan, maar dat wordt nu opeens weer actueel door China, dat op Cuba van die militaire basis heeft neergezet. Met van die schotels en ze zouden daar dus ook militaire oefeningen willen gaan doen. Dat is geen militaire basis, dat zijn waarnemingsstations. Nee, Chinese militairen in Cuba, dat zou echt grote problemen voor. Daar wordt wel over gesproken. Ze willen dus daar Chinezen gaan opleiden. Voorlopig gaan niet. Ja, dat is daar weer wat anders opleiden. Alleen, al begrijp ik niet precies waarom dat dan door Cubanen zou moeten gebeuren. Als ze dat zelf niet kunnen, begrijp ik niet erg. Maar wat serieuze Chinese militaire macht op Cuba, dat zie ik voorlopig niet zitten. Nou, de Chinezen zouden heel veel geld betalen daar om ja, daar aanwezig te mogen zijn. Ja, ze betalen altijd ruimhartig. Ja, maar ook om daar aanwezig te zijn. Het is natuurlijk. Kijk, op waarnemingsstations kan ik me nog iets bij voorstellen, maar veel meer dan dat gaat het niet worden. Maar de Washington Post had daar een groot stuk over deze week. Dat ze daar mee bezig zijn. Dat kan ik me best voorstellen, omdat ze natuurlijk de Amerikanen overgevoelig zijn op dat punt. Nou ja, en de Amerikanen hebben in Japan en zo hebben ze ook basis. Ja, heb ik dat hele Cuba niet zo erg gevolgd. Maar als ik nou even uit mijn hoofd doe. Ook hier had volgens mij Obama prima contacten. Dat liep lekker. En ook overeenkomsten. Dat is ook allemaal getorpedeerd volgens mij door zijn ongelukkige opvolger. Maar dat zou ik uit moeten zoeken. Oké, maar het is wel interessant om de volgende keer nog eens maar serieuze militaire aanwezigheid van China op Cuba, dat zie ik er niet in zitten. Oké, ik zal je het stukje even doorsturen van de Washington Post. Omdat natuurlijk gezegd werd van ja, wat de Amerikanen natuurlijk rondom China doen, dat wil China nu ook rondom Amerika doen. Want de Amerikanen. Gelijk hebben ze, maar goed, zo zijn de Amerikanen nooit getrouwd geweest. Nee. Alles bij hun in de buurt is schandelijk, crimineel en agressief. En ja, zij hebben natuurlijk, laten we eerlijk zijn, Amerika heeft een wereldomspannend alliantie. Systeem en systeem van militaire basis. Maar goed, dat hebben ze al heel lang natuurlijk. Ja. Als je zegt, ja, je hoort allerlei praatjes over, altijd over de wereldmacht zus en de wereldmacht zo. China wil ook een wereldmacht of de wereldmacht worden. Amerika is natuurlijk een land wat veel machtiger is dan China. Veel machtiger dan China. Dus voorlopig zie ik dat ook niet zo gebeuren. Denk je dat Xi trouwens in het najaar naar Amerika toe gaat? Naar zo'n beurs in San Francisco of zo'n overleg? Nou, dat zou ik wel interessant vinden. Kijk, als hij naar Amerika gaat, dan betekent toch dat het allemaal misschien de pap niet zo heet wordt gegeten als die misschien de afgelopen 2 jaar gegeten leek te gaan worden. Ja, ik heb wel de flauwekul gevonden die dat Taiwan doet. Dat is natuurlijk intern, begrijp ik. Is dat natuurlijk. Ik begreep dat op de Chinese sociale media dat daar een hoop zeg maar agressieve nationalistische praten horen valt. Van aanpakken, Amerikanen allemaal boeven en zo. Maar dat toch de veronderstelling van de schrijver was dat eigenlijk de werkelijke stemming, voornamelijk toch ook door voorzichtigheid beheerst wordt. Mm. De kans dat China in de afzienbare tijd plotseling Taiwan aanvalt is 0,0 volgens mij. De laatste keer dat Xi in Amerika was toen Obama er dan nog zat. Volgens mij 2015. Ah,
Nou ja, sowieso, de Amerikanen zijn zelf begonnen. Trump is begonnen met dat hele gedoe tegen China. Het is niet nodig, naar mijn idee. Nee. Maar ja, Amerika heeft die vrede een vreemde preoccupatie. Ze hebben graag een vijand, een lekkere vijand. Die hebben ze zelf grotendeels uitgevonden. Ook in de Koude Oorlog hadden we in principe veel eerder tot een deal kunnen komen. Als de Amerikanen niet dol waren geweest op hun fijne vijand. Omdat die vijand ook een rechtvaardiging is voor de opbouw van een mondiaal veiligheidssysteem. Wat ze hebben opgebouwd. En omdat de Amerikaanse macht is ook mondiale macht, is ook diep in de zin dat de dollar natuurlijk wereldwijd een belangrijke rol speelt. Dat wat dat betreft ook de euro toch maar een kleine broertje is gebleven. En niet een echt alternatief. De Chinezen zouden graag zien dat hun munt ook een alternatief wordt. Dat daar zit voorlopig ook niet naar uit. En dan heb je natuurlijk nog in het Amerikaanse geval die immense soft power. Namelijk het feit dat iedereen weet wie Beyoncé is. Terwijl als je mij nou vraagt wie de bekendste zangeres in China is, ik heb geen flauw idee. Het is al de vraag, hebben ze daar zangeressen? Ik heb geen flauw idee. Ja, de vrouw van Xi was zangeres in haar jeugd. Dus wie weet... Nee, Amerika, de Amerikaanse cultuur is natuurlijk heel dominant. En wel in het bijzonder in Nederland. Hè? Maar wij zijn echt een beetje hysterisch op dat punt. Even kijken. Een paar vragen doen we dan nog. Onderwerp waar ik Maarten graag nog een keer over zou willen horen is de Amerikaanse interventie in landen als bijvoorbeeld Chili en de tijd van Allende. Dank en goed van Anja Hanselmans. Ja, Amerika heeft op grote schaal geïnterveneerd natuurlijk in Midden-Amerika en Zuid-Amerika altijd met de meest gruwelijke resultaten. In feite, als je het op lange termijn ziet, met resultaten die ook voor Amerika zelf niet erg positief zijn. Ja. Misschien wil Maarten eens iets vertellen over het McCarthyisme en Red Scare in de VS. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Omdat je daar ziet dat Amerika, dat de Amerikaanse cultuur een zeker talent heeft voor hysterie. En nutteloze opwinding. Ja, dan kun je dat de volgende keer doen. En zeg maar rustig ook paranoia, eerste klas. Ja, dat McCarthyisme, dat is wel nuttig dat ik daar iets aan doe. Want dat is inderdaad een hele treurige trend in de Amerikaanse geschiedenis. Dit soort van opwinding over niks. Namelijk over een verondersteld binnenlands communistisch gevaar. Even kijken. Nou ja, wat je nu zijn de Republikeinen druk bezig om overal boeken te verbieden. Hè? Hebben we het ook al vaak over gehad, inderdaad, ja. Zou Maarten iets kunnen zeggen over in hoeverre de stop met mijnbouw vroeger wellicht te vergelijken is met de stop van intensieve landbouw nu? Frank van het Ende. Nou ja, kijk, die mijnbouw die was natuurlijk enorm sterk geconcentreerd in één specifiek gebied, namelijk het zuiden van Limburg. Die is vrij rigoureus stopgezet. En toen was het idee natuurlijk dat zou flink gecompenseerd worden. Maar dat viel mee, of liever gezegd tegen. Omdat natuurlijk tegelijkertijd eigenlijk Nederland samen met een hoop westerse landen in een soort van in een soort conjuncturele recessie terechtkwam in de jaren 70. En deels nog begin jaren 80. En we hebben natuurlijk een tijd, ja, de kranten stonden vol van economische groei zou nooit meer terugkeren. Nou ja, een soort fatsoenlijke arbeid was ons lot. We bleven steken eigenlijk in een fase van de welvaartsontwikkeling waar je moeilijk uitkwam. En nou ja, iedereen had zich eigenlijk al geschikt in. Dat is niet anders, jammer. Laten we onze regenjas nog maar eens laten verstellen. En toen begon die economie natuurlijk weer te groeien. In de vroege jaren 90 na een korte recessie. En ja, de hele jaren, nou, hebben we het over gehad, is de holiday from history. We zijn pittig doorgegroeid in de jaren 90, echt fors. Maarten is een groot voorstander van Europa, omdat het op lange duur samenwerking bevordert en dat is beter dan rivaliteit. Hetgeen Maarten goed uitgelegd heeft aan de hand van de vele voorbeelden. Tegelijkertijd is Maarten ook groot tegenstander van de gemeentelijke herindeling, zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van Wageningen, Renkum en Ede. Sterker nog, rivaliteit tussen gemeentes is juist aan te bevelen, omdat het zou helpen met een gevoel van identiteit. Kan Maarten deze tegenstelling toelichten? Waarom mondiaal zo progressief en regionaal zo kleinburgerlijk? Ja, dat wil ik best doen, omdat op zichzelf
samenwerking tussen verschillende naties niets uitsluit over de eventuele identiteit die je kunt voelen ten opzichte van je eigen natie. In dit geval Nederland. En je kunt de tranen in de ogen krijgen, nietwaar, van het wapperen van de Nederlandse driekleur, mits niet ondersteboven en op Koningsdag en zo. Maar dat is juist het idee van de samenwerking van naties, dat die naties in principe intact blijven, ook als identiteitsobject, om het zo maar te zeggen. Idem dito wat mij betreft ten aanzien van gemeentes. Wat mij opvalt is dat die gemeentelijke herindelingen zelden of nooit financieel opleveren wat er beloofd wordt. Dat is punt 1. Dat in de nieuwe gemeenschappelijke gemeenteraad vaak nog een kwart eeuw ruzie wordt gemaakt tussen, nou, wat dan ook maar de samenstellende de gemeentetjes, plaatsjes waren, die vaak enorm een hekel aan elkaar hadden. Ik geloof dat ze in Monnikendam alle Volendammers als volstrekte halve haren beschouwen, terwijl die liggen naast elkaar, zal ik maar zeggen. Dat is het volgende punt. En dat je wat mij betreft ten aanzien van een aantal zaken best tot regionale ontwikkeling kunt komen. Dat je dat niet elk Nederlands dorp een groot ziekenhuis hoeft te hebben, dat begrijp ik ook wel. Dus ja, dat is het eigenlijk. Laat mensen die dat fijne gevoel, dat Renkum een heerlijk plaatsje is. Ik bedoel, het is een gruwelijk plaatsje, maar als mensen dat nou anders willen denken. Ja, je hebt ook mensen die Wageningen een afschuwelijk plaatsje vinden, maar ik ben er altijd wel door geroerd dat het deels nog steeds bestaat. Oké. Okay. Nou, dan hebben we alle dingen besproken, denk ik, hè? Ja, volgens mij zijn we er wel eens een beetje. Ja, mooi onderwerp. En dan kunnen we volgende week dat McCarthyisme doen. McCarthyisme, dat is een lollig onderwerp. Ja, dat is mooi. Daar kwamen historie. Ja, we hebben het de kerneigenschap van de moderne samenleving, historie. Kan je misschien nog even heel kort vertellen wat er dus allemaal nog is binnengekomen aan onderwerp? Want mensen blijven daar zaken op insturen. Even kijken of ik dat zo snel kan zien. Ja, ik zal een lijstje maken, want je had mij ook die gebundelde reacties gestuurd, ja, toch? Ja, even kijken. Ja, de Pools-Russische oorlog van 1919 tot 1921 lijkt me een interessant onderbelicht thema. De nieuwe Poolse staat werd meteen op de proef gesteld, hield stand en vernederde Rusland net als Finland deed in 1940, zegt Hugo Peil. Ja, je ziet dat als die Russen in eerste instantie is het altijd totale verwarring en incompetentie. Ja, zou Maarten een keer de hele geschiedenis van de Britse monarchie kunnen uuitleggen. Vanaf William tot aan Charles III. Vanaf William? Welke William? William de, even kijken. De veroveraar? Ja. William de Conqueror. Ja. Dat is 1066 toch, of zoiets. Ja, dat ga ik niet doen. Ik vind die koninklijke huizen. Ja, ik wil wel zeggen, wat een ongelofelijke schoftaal die Tudors waren, maar goed. Maria vraagt of je iets kunt vertellen over het feminisme in het algemeen en de verbazingwekkende huidige ongelijkheid op medisch gebied. Ja, het een van de wonderlijkste dingen natuurlijk is de steeds voortgaande emancipatie van de vrouw. En tegelijkertijd is het toch een traag proces en op tal van terreinen heb je het gevoel dat de echte doorbraak niet komt. Maar ja, misschien ligt dat ook wel aan het feit dat vrouwen toch uiteindelijk die kinderen moeten krijgen en vaak ook willen krijgen. En dan, ja, dat moet je dan veel beter organiseren. Het is goed te combineren naar mijn idee met werken. Maar daar is nog wel wat maatschappelijke ruimte en flexibiliteit voor nodig. Ander onderwerp, Europa in de vroege middeleeuwen. En de maatschappelijk... Daar weet ik echt geen kloot van. Oké, de rol van de kerk in de tijd. Ik hoop dat als Maarten geschiedenis, dat Maarten dit een mooi onderwerp vindt. Nou, de kerk vind ik wel interessant, maar ik ben bang dat het geen positief verhaal wordt. Ja, de rol van JFK... Nou ja, dat is ook, de kerk is zoiets complex. De kerk is natuurlijk een club van halve garen in allerlei opzichten, die de wetenschappelijke ontwikkeling en sowieso inzichten voortdurend geblokkeerd hebben. In ruil voor al die onzin die in het Oude en het Nieuwe Testament staat. Maar tegelijkertijd heeft de kerk ook vaak een bindende functie. En hebben ze prachtige dingen veroorzaakt, laten we het zo zeggen. Jan die zegt van misschien kan Maarten nog wat zeggen over de rol van JFK ten tijde van de Cuba-crisis. Ja, daar denk ik vrij fundamenteel anders over dan gangbaar is. Ja. En dit is ook wel een grappige, gezien Maartens antipathie jegens luide muziekfestivals lijkt me een verhaal over Woodstock wel interessant. Ik had niks met Woodstock. Weet je wat ik daarvan dacht? Want die beelden herinner ik me nog wel. Het was daar modderig, joh. Je hebt geen idee.
Je moest, je kon geen schoenen aanhouden, want die modder die was gewoon 20 centimeter dik of zo. Dat was daar een enorme zooi. Hè? Geen behoorlijke wc's, je voelt het al aankomen. Niets voor Maarten van Rossum. Ook toen ik jong was, was ik erg gesteld op dat het een beetje goed in elkaar zat. Ik durf het nauwelijks te vertellen, maar ook als student reisde ik altijd eerste klas. Dat heette toen tweede klas, maar ik reisde altijd eerste klas. Waarom heette dat toen tweede klas dan? Omdat de eerste klas was na de oorlog afgeschaft, zodat we hadden, de tweede klas was de eerste klas geworden en er was toen nog een derde klas. En op een goed moment besefte iedereen hoe idioot dat eigenlijk was en toen zijn we teruggegaan naar eerste en tweede klas. Maar vroeger hadden we dus eigenlijk drie klassen, 1, 2 en 3. Gerbrand van der Haak zegt de invloed van Napoleon Bonaparte en de Franse bezetting op Nederland. Nou, dat is een fascinerend onderwerp, daar weet ik eigenlijk geen kloot van, maar dat is natuurlijk... Kijk, het zijn de Fransen die de moderne Nederlandse natie gecreëerd hebben. Ja, het is vervelend om dat te moeten zeggen, maar zo is het. De muur in Noord-Ierland. Veel mensen kennen deze geschiedenis vaak niet. Ja, dan zou je eigenlijk iets moeten doen aan muren. Hè? De muur natuurlijk in Berlijn, de muur natuurlijk in Israël, tussen Israël en het Palestijnse gebied. De muur in Noord-Ierland, de muur van Trump, het zijn allemaal... Alle politici niet waar, alle kortzichtige politici zijn murenbouwers. Je verliest het als murenbouwer altijd. Muur is een tijdelijk object wat tenslotte altijd... Ik heb ook wel eens iets gelezen over die muren in Israël, tussen Israël en Palestina. Dat er elke ochtend dus honderden Palestijnen door die muur moeten omdat die gaan werken in Israël. Je hebt de muren rondom Europa voor de vluchtelingen. Ja, dat is niet zo murig, met als gevolg dat het een groot probleem is ook. En een muur, iedereen voelt aan zijn water dat een muur weinig zinvol zou zijn. De New Deal van Roosevelt wordt ook gevraagd. Ja, ook een prachtig onderwerp, ja. Ja, god, in allerlei opzichten eigenlijk de beste periode uit de Amerikaanse geschiedenis. En Camille Koops die zegt het ontstaan van Amsterdam. Amsterdam, ja, toen je er nog bewegen kon. Ja, ook dat toerisme in Amsterdam. Want dat is natuurlijk de tragiek. Ik zat net te dromen op mijn Amerikaanse hotelkamer over Praag en Lissabon. Maar de werkelijkheid is dat ook die steden totaal overlopen worden door het massatoerisme. Je denkt dat zelfs een stad als Berlijn, die toch al een enorme ruimte heeft. Berlijn is een hele ruimtelijke stad. Dat het daar ook verschrikkelijk is. Gewoon echt verschrikkelijk. En wat ik helemaal niet begrijp, het zijn allemaal betrekkelijk jonge toeristen, dat rare tragere shock. Alsof ze eigenlijk niet precies weten wat ze daar doen of waar ze nou op weg zijn. Dat begrijp ik niet goed. Ik zou nog kunnen begrijpen dat ze in de rij staan voor het museum en zo, maar dat shocken, liefst ook met iets in de hand om te eten natuurlijk, is iets verschrikkelijks, het massatoerisme. Ja, een typisch welvaartsverschijnsel natuurlijk. Paul die zegt de verdrijving van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Misschien is dat nog wel leuk. Ja, die arme Duitsers. Hij bedoelt dan neem ik aan uit Oost-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, er waren natuurlijk in Duitsland 13 miljoen heimatvertriebenen. Als het Duitsland niet zo enorm voor de wind was gegaan economisch na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan hadden we daar natuurlijk een heel groot probleem gehad in Duitsland. Robert Snellenberg, hallo Maarten. Ik had een interessant onderwerp, de periode in het huidige Italië, net na de val van het West-Romeinse Rijk. Hoe paste de maatschappij zich aan en wat gebeurde er met de adel? Ja, dat weet ik niet gewoon. Dat is het heel, heel complex is dat. Echt heel complex. Ik heb nog eens een boekje geschreven over het einde van het West-Romeinse Rijk. Nou, is me niet in dank afgenomen. Dat is ook heel typisch, dat waarvan het toon toch was dat die hoort die voor ons om zich niet mee te bemoeien. We hebben het toch ook niet over de Koude Oorlog. Maar ik zou zeggen, je mag best kritiek hebben. Maar ik had graag de concrete kritiek gehoord in plaats van zulke vage beschuldigingen als dat ik het er niet over had mogen schrijven. De Space Race, zegt Jasper. Graag. Geen grotere onzin dan de Space Race. Dus daar wil ik best iets over zeggen. Wetenschappelijke revolutie wordt ook genoemd. Fantastisch onderwerp. Echt een fantastisch onderwerp. Ja. Openbaar onderwijs, open voor eigenlijk iedereen. Is de wetenschappelijke revolutie is de grote, unieke wereldhistorische prestatie van West-Europa. Bij alle snuggerheid van de Chinezen, bij
zijn wij uiteindelijk toch degene die inderdaad die wetenschappelijke revolutie gerealiseerd hebben. De slag bij Nieuwpoort. Wij is ook een groot woord, want die is ook vaak tegengewerkt enzovoort. Ja, die slag bij Nieuwpoort, maar daar moet je heel iets anders afvragen. Waarom is dat de enige slag uit die tijd die we onthouden hebben? Het was helemaal niet erg belangrijk, het deed er niet veel toe. Het heeft alleen maar geleid tot de ruzie tussen Maurits en Van Oldenbarneveld. Dus ja, goed. Zet een paar ik zet zo mijn rijtje op. En dan kun jij kiezen. Ja, dan zal ik maken een keuze. Maar er zitten wel een paar leuke dingetjes bij. Super. En voor luisteraars die het leuk vinden, er staat een nieuw luisterboek klaar. Klik even op het linkje, dan zie je waar het over gaat. Ik denk echt voor de vaste fans van deze podcast de moeite waard. De show notes, daar staat het linkje. De geniale voorspeller van het CDA gedag, M. van Rossum. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt 3 kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom kun je je mobiele telefoon als je straks naar bed gaat beter niet op je nachtkastje leggen? Het antwoord op die vraag gooi je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.